Mijn naam is Defano Holwijn en in deze podcast ga ik het met bekende artiesten en influencers hebben over geld. Hoe verdienen ze het? Hoe geven ze het uit? Wat is hun verhaal? Dat en meer in Stekken en Spenden. Hatje, welkom Yes bij Stekken en Spenden. Ik ben heel blij dat je er bent. Ook omdat ik al weet dat je een heel mooi verhaal hebt. Dus ik ga ook gewoon meteen de diepte induiken ja. om gewoon zoveel... Mogelijk van het verhaal eigenlijk vandaag uh, te weergeven. Uh -huh. uh, je hebt meegewerkt aan een campagne om jongeren te waarschuwen betreffende ronselen. Ze worden geronseld voor snel geld en belanden zo eigenlijk heel snel in de criminaliteit. Yes. Uh, waarom vond je het belangrijk om aan deze campagne mee te doen? Um, een van de belangrijkste redenen was dat ik. Uh, ik geef al workshops sinds 2000, denk ik, 2004, 2005. En. Um, ik ben benaderd door zo'n groep. Een uh, paar jongeren die uh, in de Bijlmer patrouilleren op die fietsen. Zijn uh, buurtcoaches. Ja. En die groep had mij benaderd van, joh, um, we zijn bezig met een uh, korte film. En het wordt door de gemeente gesteund. En we willen graag een message uitdragen naar die jongeren. Maar we denken dat jij de enige, een van de weinigen bent die die message kan uitdragen. En... Uh, toen uh, dacht ik van weet je wat, ja, laat me het doen. Toen kwam ik daar, toen zag ik van oké, okay, er werken wat meer mensen aan dan de gemeente. <laughs> <laughs> en dat voelde in het begin niet zo fijn, maar daarna ging ik kijken naar wat mijn rol was in het ding. En mijn rol was letterlijk wat ik ook in het echt zou doen. Als een chimang van 15 of 14 mij op straat zou tegenkomen en hij zou met... Met de vraag zitten van, moet ik dit foute ding gaan doen, ja of nee? En hij zou die vraag bij mij leggen, zou ik hem zeggen nee? Snap je? Ja, zeker. Ja. En ik denk dat uh, dat, dat zeg maar de, het standpunt is wat ik heb genomen om het te doen. Omdat ik zoiets had van, at the end of the day, zou ik nooit, bij wijze van spreken, iemand aanwijzen en zeggen, hé. Hey, en moet je hebben. Ik ja. Dat zal ik nooit doen in mijn leven, dat heb ik ook nog nooit in mijn leven gedaan. Maar als het komt op jongeren, als ik hun kan uh, op een positieve manier kan beïnvloeden. En ze in ieder geval wakker kan maken, bij het, of stil kan laten staan. Bij het feit dat die ene keus die je in vijf minuten maakt, kan het leven van je moeder, jezelf en iedereen om je heen echt beïnvloeden. Als het de verkeerde keuze is. Je weet ja. Dus ik denk dat dat, uh, dat was mijn beweegreden om dat uh, te doen. Ik hoor je volledig. Is dit dan ook iets wat je ook nog met anderen hebt besproken? Van hé, hey, is, is dit wel een move die ik moet maken, zou maken? Of is dat vo volledig intern gebeurd eigenlijk? Um, ik, ik, ik ben niet per se iemand die. Voor de moves waar ik mezelf voor in de spiegel kan aankijken, ja. zeg maar. Heb ik niet per se uh, counseling nodig. Zoals ja. ik ben. Ja, ja, ja. Is niet nodig. Waarom niet? Omdat. Um, Nogmaals, ik heb ook in de gevangenis toen ik daar vast zat, heb ik een, een project opgezet genaamd Gestolen Tijd. En toen ben ik ook met geld van de justitie een filmpje gaan maken om jongeren zeg maar te weerhouden van crimes. En ben ik, terwijl andere mensen, um, uh, hoe zeg je dat, naar de bloemenveiling moesten of ja. whatever moesten gaan doen om te gaan werken. Kon ik op het moment dat ik... Uh, uh, hoe noemen ze dat? Half open kamp. Yes. Mocht ik in de plaats van dat ik naar de, veil, naar de bloemenveiling ging. Had ik met een groepje die we samen hadden gesteld daar in de gevangenis. Eentje was kapper. Eentje was kok. En zo zijn we zeg maar langs scholen gegaan. En onze verhalen verteld. En die mensen, die kids in ieder geval proberen te... Um, te waarschuwen. Te behoeden ja, de behoede ja, ja. Van, van... Want dit, dit, dit levertje is gewoon niet voor iedereen. Snap je? En... Um, ik denk dat heel veel mensen zich blind staren op um, het resultaat, maar alleen het goede resultaat. Hm. Ja. Dus de uitkomst met je hebt miljoenen, ja, maar de route ja. ernaartoe. En alles wat daartussen ja. gebeurt, de, de, de manier waarop vrienden kunnen veranderen, de manier waarop familieleden kunnen veranderen. De, al die dingetjes die erbij komen kijken, die worden niet. dat wordt je niet verteld. Snap ja. En uh, het is mij ook niet per se verteld, maar ik heb het wel echt moeten. Ik heb het in het echt gezien, zeg maar. En waardoor ik op een gegeven moment wel, naar mijn mening, de juiste conclusie kon trekken: van oké. Okay, dit is hem niet. Dit is ja. hem niet voor mij. Als en als iemand van 15 mij zou vragen: van... Hey, is dit een goede keuze om te maken?, dan ga ik hem ook zeggen: nee, dit is geen goede keuze om te maken. Een stem moet je gebruiken. Ik weet dat toen ik jonger was, dat mijn oudere mensen in mijn familie me vaker hebben gezegd, vooral de mensen die gelovig zijn, dat. Dat ik mijn talent ook voorgoed moet gebruiken. Snap je? En ik denk dat ik in mijn uh, gehele carrière. heb ik natuurlijk altijd positief erin gestaan en mensen positief beïnvloed of proberen te beïnvloeden. Maar ik weet ook dat heel veel dingen die ik zeg in mijn raps, of heel veel dingen die ik misschien uitdraag. Een, ook een negatieve invloed kunnen hebben. Er zijn genoeg jongetjes van 16, 17 die soms naar me toe komen en zeggen: Ja, ik rook Jonko door jou. Snap je? Yeah. Ja, man, en je hebt vast ook een hoop overtuigd. Het filmpje was ook heel mooi. Dus sowieso echt een shout-out naar jullie en iedereen die eraan heeft meegewerkt. Uh, het was echt mooi, man, om, om je in die positie te zien. Zeg maar, omdat, zoals wat je zegt, in je raps heb je het ook over heel veel dingen. En kan je ook heel veel lessen eruit halen. Maar dit was de eerste keer zo van dat het echt nog, nog rechtstreekser was of zo. Het was echt een direct message met een duidelijke boodschap: van, hey, hé, luister. Boys, je bent jong, je wordt verleid voor snel geld, voor criminaliteit. Die keuze klinkt misschien heel spannend, maar ja, toch? ik kan je vertellen. En daarom geef ik ook degene gelijk die jou heeft gecheckt. Want ik snap dat als iemand anders dat doet, ja, als ik dat doe, ja. Dit is allemaal leuk, maar voor iemand die in andere posities heeft gestaan, komt het nog mooier over, man. Dus echt, sowieso props daarvoor. Um, je gaf eigenlijk ook aan dat je dit in je jeugd, dat je, jij niet. Die lessen heb gekregen? Want hoe was dat in jouw jeugd? Heb je überhaupt iets meegekregen over financiën, over sparen, over hoe nee, je met geld omgaat? Nee, 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 nee. Helemaal niks, man. Niks. Helemaal niks. Ik denk dat, ja, ik was alleen met mijn moeder in de bim toch? En uh, toen gingen we op, uiteindelijk naar Noord. En mijn moeder was altijd heel open met mij over wat ze verdiende. Zodat het voor mij ook duidelijk was dat ik niet moest lullen. Snap je waar ik ben? Ja. Dus ik wist heel vroeg al van oké, mijn moeder verdient. Volgens mij was het toen uh, in guldens 26 of 2400 goden. Maar ja, omdat je 2400 gulden krijgt, krijg je geen huursubsidie. Dus die flat in de buimer was gewoon het douchen voor jou. Is dat wat ik weet? Ja. Um, je hebt amper leefgeld eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment ga je zien, vooral als er zeg maar misschien een. een, een uh, een koelkast is gepakt bij de nekkerman, een televisie bij de dat, een dit bij de dat, dat is ook misschien zes, zeven barkjes per maand wat je aan het betalen, afbetalen bent met dingetjes, dan heb je nog boodschappen, dan heb je nog ik die nike's wil, dan heb je nog, snap je, dan heb je nog um, basketbal, dan heb je nog zwemles, al die shit, en uh, dus ik wist heel vroeg van oké, okay, met werken ga je waarschijnlijk niet echt rijk worden, zeg maar. ja dus dan ging ik om me heen kijken met nou wat zijn de andere dingen waarmee je rijk kan worden ja, toch? en dan zeg ik om me heen van oké okay, dit is uh... er zijn andere opties ja, 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 ja. er zijn andere wij opties we gaan verkennen ja, ja we ja, ja. gaan verkennen en um, op het moment dat je iets van een afstand bekijkt dan zie je ook alleen de resultaten toch Want, denk daar waar ja zeg maar degene die zeg maar aankomt in die dikste waggie en die dikke outfit je hebt niet gezien hoe ze dagen daarvoor waren. Je weet ook niet hoe hij slaapt. Je weet niet hoe hij ja. slaapt. Je weet niet of hij drie maanden in angst heeft geleefd. Je, je weet niks. Je, weet, je ziet hem alleen gewoon op de blok komen. In de dikste outfit en in de dikste waggie. En wanneer je hem vraagt hoe hij het doet, dan zegt hij ook heel stoer wat hij doet. <laughs> dus ja, dan, dan is het makkelijk om beïnvloed geraakt te worden daardoor. En dat was bij mij zeker het geval. En hoe heb je dan? Want oké, okay, je, je ging verkennen, je kwam uiteindelijk in bepaalde situaties terecht om geld te verdienen. Mm -hmm. um, heb je wat, wat zijn de financiële lessen die je toen hebt meegemaakt of hebt gezien in je omgeving? Heb je wel bepaalde dingen kunnen meepakken? Ik denk heel veel heb ik kunnen meemaken uit die of mee kunnen pakken uit die tijd, omdat um... Op het moment dat je zeg maar omgaat met mensen die op een vroege leeftijd meer geld verdienen dan hun ouders, dan word je te zaak is vroeg man. Toch? Ja. Um, ik denk ook dat die types zichzelf ook sneller de man voelen in huis, omdat ze dingen betalen. En dat merkte ik ook aan mezelf, dat op het moment dat ik bewijs van spreken... In één week tijd tien doezel had gemaakt. En als ik dan die week mijn moeder een 15 barkje gaf, dacht ik echt dat ik, echt, dacht ik. Ja, dacht, jij hebt het, dit is het. Ik ben het, die, aan het jij regelen. bent niet ja, waar. Ik ben <laughs> echt aan het regelen. Terwijl ja. die 15 barkje, al heb ik mijn moeder steeds voor, ik heb mijn moeder in die tijd vijftig doezel gegeven. Ja. toch? Dat gaat nooit terug. Dat komt, niet, dat komt niet, dat kan je niet vergelijken met die 27 jaar Ties. dat ze op dat moment. Ja. Alles voor mij aan het doen was, snap je? Er waar, ja. En, uh, maar dat is wel wat je denkt als je man. <laughs> je bent 17, je denkt ja, mama, neem iets. Niet veel ja, praten ook, ook. <laughs> je? Ja, 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 ja. Je weet, hè? Ja, ja, ja. Dus ik kan, ik, uh, ik, uh, Dus het doet heel veel met je. Maar wat er ook gebeurt op het moment dat je zo gaat beginnen te leven, dan ga je ook heel snel zien dat um, uh, dat het invloed kan hebben op je omgeving. En wat voor invloed heb jij gemerkt? Want je maakt sneller geld dan uh, bijvoorbeeld je ouders. Dan heel veel mensen eigenlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Hoe heb jij gemerkt dat dat invloed heeft op je, op je omgeving? In, in mijn geval was het zo dat ik... Ik, ik ging niet super lap, snap je? Ja. Maar er waren mensen om me heen die wel echt lijp gingen. En dan zag ik soms aan hun hoe, hoe de dynamiek tussen hun en hun ouders veranderde. Snap je? Ja. En hoe veranderde dat? Diegene wordt gewoon de ouder, echt, zeg maar. Ja. Maar hoe, hoe kan een nicker van 19 ouder zijn van? <laughs> snap je wat ja, ik ben? Ik snap je. En, en dat is eigenlijk puur alleen het financiële stukje, terwijl dat maakt je nog geen ouder. Nee, toch? Dus je? Maar die... je voelt je misschien wel zo van ik, ik regel het. En ik denk dat die verantwoording, um, uh, en op die manier leven op een vroege leeftijd, zorgt ervoor dat je het leven heel snel anders gaat zien. Um, uh, je krijgt naar mijn mening een, een kijkje achter de gordijnen. Um, want op het moment dat je de, de club inloopt en je geeft een, um, een bewaker vijf barkje. Die club is niet meer dezelfde club voor jou als voor de rest van die mensen. Ja. Snap je? Ja. Dus nu ineens word je gezegd: van, hé, hey, trouwens, kom boven zitten. Boven zitten is er boven hier. Ja. <laughs> je hebt een streepje voor. Je ja, bent toch? Echt ja, VIP. Ja, je ja. weet toch? En ik denk dat dat. Um, uh, door dat op een vroege leeftijd meegemaakt te hebben, ben ik in mijn muzikale carrière, zeg maar. Al um, uh, oh, moet. Ja, ik mag het over mezelf zeggen. Ja. Um, ik denk dat ik heel rustig ben. Qua uitgaves? Nee, of, niet of, qua uitgaves, Of gewoon qua, gewoon qua hoe je bent? Ja, gewoon Ja, qua hoe ik reageer op dingen. Qua. Um, uh, wat ik met. Um, uh, Zeg maar, mijn faam is nooit naar mijn hoofd gestegen. Zeg maar. Je weet toch? Mm -hmm. En ik denk dat dat komt doordat ik al voordat ik bekend was, al heb gezien hoe mensen kunnen switchen op status, hoe mensen kunnen switchen op money. Ja. Um, uh, wat voor invloed bitches of chickies en vriendschap op elkaar kunnen hebben. Wat voor invloed geld en vriendschap op elkaar kunnen hebben. Wat voor invloed. Um, uh, als je naam ringt, ook, bij wijze van spreken. Dan, dat heb ik ook vroeg al geleerd. Snap waar ik ben? Ik wist. Het is niet dat ik. Um, de naam Joomar, zeg maar. travelde veel. lang voordat de naam Atje travelde. Snap waar ik ben? Ja. Atje is gewoon de, 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 de rapversie van Joomar, zeg maar. Een muzikale entiteit. Ja, ja. Maar. Ik denk dat. Uh, mijn naam wordt al geroepen vanaf ik veertien ben door. door Verschillende meids. En, snap waar ik ben? Ja. Je hebt je faam, een beetje fame, status, heb je, al, je hebt dat al gezien? Zeg maar. Het was niet van. Je was al bekend voordat je. Ja, zeg maar. Was. Ik, groet, ja. Ik, groet al, ik groet heel Amsterdam al sinds ik 15 ben. Zeg maar. ja. Snap waar ik ben? Ja. Dus het, en ook in Rotterdam heb ik datzelfde. Dus zeg maar, omdat mijn oma woonde in Rotterdam. Hij woonde in Rotterdam. Ik had chickies in Rotterdam. En <coughs> ik woonde zelf in Amsterdam Noord en in de Bijlmer. Dus in principe heb je dan al zoveel plekken, of de belangrijkste plekken van de Randstad, zeg maar, ja. die heb je dan gedomineerd op een jonge leeftijd, en dan gaat het verder naar Almere, dan heb je, snap je, op een gegeven moment ben je gewoon overal geweest, en, um, ik denk dat het voor mij heel veel voordelen heeft gehad, dat ik juist wel die kant van het leven heb gezien, omdat nu, dat ik atje ben tussen haakjes, schrik ik van heel weinig, en um, uh, weet ik op de juiste manier te manoeuvreren. En hoe was het om te manoeuvreren naar rap? Want, oké, okay, je maakte geld. Mm -hmm. Op een gegeven moment ga je rappen. Of deed je het in het begin, was het beide? Of was je echt van, oh man, ik focus even op die rap? Hey, rappen wou ik altijd al. Ja. Rappen wou ik al sinds ik 15 was. Oké, okay, dat was... Ik wou dat altijd ja. al, zeg maar. Je weet toch? Maar um, uh, het leven zag er niet uit alsof het kon, zeg maar. Ja. Dus toen ging ik andere dingetjes doen. En op een gegeven moment rond me... Ik denk 23e zo. Um, uh, want Vanaf mijn 19 tot 22 had ik een baan als verzekeringsadviseur. Ging ik langs deuren kloppen. En toen um, uh, maakte ik best wel goede money ook voor een uh, jongboy. Dus had ik de straat toen gelaten voor wat het was. De dat had je al, dat was al. Ja, de ja. straat was toen ik jong was, was het gewoon. Ja. Hier en daar meedoen met kleine dingetjes. Mm -hmm. En als ik, als, ik in een, als ik de ene maand en twee doos heb verdiend. Voelde ik me alsof ik echt wat had gedaan. Patron. En, ja. en um, soms verdien je een vijfbaartje. Maar omdat het gewoon komt. Als niks voelde het alsof ik iets aan het doen was. Ja. Je weet het? Maar op een gegeven moment kreeg ik een job. Waardoor ik daar verdiende ik genoeg. Ik kreeg een waggie van de zaak. Ik had de telefoon van de zaak. En ik kon goed babbelen. Dus het was makkelijk om dat geld te verdienen. Dat heb ik drie jaar gedaan. Toen ging dat bedrijf failliet. En toen dacht ik, oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we terug naar de streets? Of gaan we poko doen? Toen ging ik um, uh, meedoen met verschillende talentenjachten. Ik rapte in het Engels. En het liep, maar het liep niet. Snap je? Ja. halfjes. Halefjes. Ja, nog ja. niet die... Nee, je ja, weet ja, toch? Ja. En ik denk dat... Um, voor mijn pech of voor mijn geluk... Waren mijn vrienden toen gepromoveerd van... Naar... Ja. Vierkant. Je weet Ja. Het was geen zakjes meer, het was vierkantjes yeah. En ja, toen was het voor mij best wel makkelijk om in te stappen, omdat ik uh, snap waar ik ben. Ik kende ja. die matten al, ik kende iedereen al en ik had ook vertrouwen bij genoeg mensen. Dus het was één uh, um, plus één is twee, zeg maar. Van oké, okay, aangezien die pokoe van je niet werkt, wij staan hier gewoon ready met dit. Dus... <laughs> ja, dus je kan makkelijk instappen. Ja, toch? Kom op en, die boot. Ja. En. Uh, toen heb ik vanaf mijn zeg maar 22e tot mijn 27e, was ik echt alleen maar gefocust op, op, op uh, shit doen op straat. Ja. En daarmee mijn geld verdienen. En um, voor mijn geluk hield ik te veel van de studio. En Dero Reverse, Jay, hun waren heel actief toen bezig um, uh, in Zaandam met uh, Party Squad. Vlak voordat, wat, vlak, vlak voordat ze wat weer doen aan de uitgebracht. En ik ging heel vaak met ze mee naar die sessies. Want ik was eigenlijk de enige in de crew met Waggy Op dat moment, snap je? Dus het was ook handig. Hey, check Adje dan. Ja, <laughs> ik heb goede pokkels in de Waggy. We gaan altijd wat chappen. I ja, ja ja Je, je weet toch? Ja. <laughs> dus op die manier kwam ik ook weer aan mij trekken. Als ik eventjes niet bezig was hè, met die andere shit. En dan zat ik gewoon met hun nachtenlang in de studio... En schreef ik soms stiekem wat. En soms kocht ik een beat bij de universe die ik niet ging gebruiken. <laughs> maar, van, maar van 22 tot 27 was je dus bezig om te staan. Maar hoe, hoe was je met geld? Was je... Ging je stekken? Ging je uitgeven? Was je... je deed je rondjes voor iedereen? Hoe, hoe ging je met je geld om? Um, ik had geen uh, officieel spaarsysteem. Hm. Maar... Um, Elke keer als ik vijf douche, zeg maar had gemaakt, bracht ik het naar een vriendin van me in Haarlem. En ik stopte het in een, het uh, zat van die hoge laarzen. En die ging ik vullen met, met, met money, man. Op een gegeven moment ja, okay, heb yeah. ik twee van die laarzen gevuld. En ja, je, je weet het, Aardige step. Ja ja. Ja ja, ja, ja. ja, 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 ja. Maar ja, op een gegeven moment toen dat zo ver was, toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Oké, okay, nu moet ik een waggie kopen. Toen had ik een Audi A3 gekocht. Toen, nadat ik die Wagi had gekocht, um, uh, begon ik studiospullen te kopen. Want die droom was er nog steeds, snap ja. je? Dus ik begon studio spullen te kopen. Ik ging dit doen, dit doen. Toen dacht ik van, weet je wat? Nu ik deze money heb gemaakt, kan ik ook dit doen. Laat me iemand sturen. Ha, ha, ha. Gaat mis. Oké, okay, je had een invest gedaan en die ging... Dat hoort, Snap je? hoort dus er ook bij, ja. Je verliest die, dan denk je van oké, okay, fuck it, er is nog een beetje money, we kunnen nog bewegen. Dan, dus je blijft gewoon gokken. Ja. Maar eigenlijk gingen alle gokken mis, behalve die studio die ik had gebouwd. Mm. Ja. Snap dus je? op een gegeven moment werd dat de nee? main thing. De enige gok die we nog hebben. Sorry. Ja, 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 ja. Ja, ja, je weet ja. En. en um, dus ja, we begonnen gewoon veel op te nemen bij mij thuis, maar ook uh, in de oude cruise control met de Livio. En um, toen was de cruise control afgebrand. En toen dacht ik: ja, oké, okay, als dat nu is gebeurt, dan moet ik echt zorgen dat mijn studio thuis gewoon geregeld is. En toen uh, Ivan van Black Ice en Street Knowledge, dat we samen hebben opgezet, um, uh, hij heeft nu TrackLab Studios in de BIMS. Hij heeft. Uh, mij toen gejoind, van oké, okay, laten we even kijken wat je nog nodig hebt, laten we alles goed zetten. En toen heb ik uh, gehosteld, gewoon zelf nog met mijn laatste money. Roger had me ook nog een kleine money gegeven om uh, die cd's te drukken, mijn eerste album. Um, maar in diezelfde fase dat ik alles bij elkaar aan het hostelen was voor mijn eerste cd, toen kwam er weer een optie op mijn pad. En die optie zou ons gelijk regelen. Dus ik heb die optie toen genomen. Maar dat is ook de optie die ervoor heeft gezorgd dat ik daarna in 2014 acht maanden vast heb gezeten. Tjew, maar dat is wel gelukt. Nee, het is, ook, o, het is niet, ook niet gelukt. Ook niet gelukt, zeg maar. Dus toen, ja. ik, toen, toen heb ik een maandje of zes weken vastgezeten, mm -hmm. bijna. Hebben ze me naar buiten gestuurd: van ja, we hebben geen bewijs, we zien jou wel. En tijdens die We Zien Jou Wel, toen ben ik money gaan sprokkelen bij al mijn niggas van hey, geef jij me vijf barkie, geef jij me dit, geef jij me dit. Heb ik mijn eerste album bij elkaar gezet, hoe The Fuck Is It dan Is, gedrukt. Ben ik Koninginnedag die shit gaan verkopen. Ben ik met dat album naar 101 bars gegaan, want ik herinner me nog dat toen vroeg ik aan Vakka, hoe kan ik bij 101 komen? Hij zegt, als je een album hebt, kan ik je uitnodigen. <laughs> Meteen gefixt. Dus album gemaakt, bam. Oké, okay, maar we hebben maar één album, maar we zijn met z'n drieën. Dat was die ene legendarische sessie. Oh, oké. Oké, oké. Wacht, 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 wacht. We komen zo daar, we komen zo daar. Ik heb even wat dilemma's voor je tussendoor. Ja. Maar ik ben daar echt heel benieuwd bij. Maar we komen zo daar. Oké. Okay. Wat zou jij doen met je laatste Donnie? Zou je liever naar de Mac of smoken? Smoken man. Duidelijk. Je eerste kop. Studio sessie of sieraden? Mijn eerste kop? Je eerste kop. Je vriendje eerste kop. Studio sessie of sieraden? Ik denk studio sessie man. Studio sessie. Ja. Je hebt een barbecue op zak. Ja. Koop je cadeautje voor je vrouw of barbecue met de boys? Barbecue met de boys en ik breng een bakje. Oké, okay, je komt dan. Je gooit een dubbel. Je gooit een dubbel, dubbel. Ik hoor je, ik hoor je. Ik ga meteen even door naar die sessie. Oké, okay, dus toen kwam je met één album. Met drie heren, je broers. Ja. En zo is. En toen is die sessie ontstaan. Ja, man, omdat. Uh, Hef had toen zeg maar net puur uitgebracht. Ja. En ik had trots van Amsterdam uit. En. Ik had zoiets van: ja, fuck it, maar waarom zou ik daar in mijn eentje gaan? Om mijn album te promoten. Terwijl we kunnen. Ik denk dat het veel bijzonderer is dat we drie Bradda's zijn die zo goed zijn. Ik, denk dat dat, ik, ik, zag dat, ik zag dat als de marketing. Ja, het, ja, het is gelijk. Het is, ja. uh, het is zeker een van de legendarische sessies. We weten allemaal hoe die sessies afgelopen. Dus die was echt dik. Maar op een gegeven moment, oké, okay, je bent bezig met die rap. Je ziet het loopt. Het draait. Of nee, ik ben trouwens nog wel even benieuwd naar. voelde je je. Ongemakkelijk om mensen geld te vragen, want je zegt dus dat je op een punt kwam dat je eigenlijk dacht van hé, hey, ik ga, ik ga je gaat de crowdfunding doen, eigenlijk kan je het noemen. Ja. Of om het de officiële naam te geven. En ik ga gewoon geld pakken bij anderen Aha. om die invest te maken. Hoe, hoe was dat? Was dat gewoon, voelde dat meteen oké okay, of voelde je daar een beetje. Ik voelde me er niet slecht bij, want de ja. mensen die ik heb gevraagd zijn mensen die dat ook bij mij hebben gedaan. Uh, ja, snap ja, je? Ja, ja, ja. ja en ja, ja. niet eens dat ze letterlijk naar mij toe zijn gekomen van joh, ik heb dit nodig. Maar op het moment dat, we, dat het goed ging, waren we samen goed. Ja, jullie stonden altijd voor elkaar klaar. Ja, dus toch, het was, dus, was easy. was Ja, het was easy. En op een gegeven moment loopt het dan met die rap en komt er. Of nou, komt er meteen geld binnen? Kwam er niet meteen geld binnen? Nee, er kwam helemaal geen geld binnen. Maar ik denk dat het begin was het echt zwaar. Um, uh, vooral zeg maar in die fase van die eerste. Want de eerste tape was: hoe de fuck is het dan ja. En toen. Toen, toen ik zag dat dat liep, toen heb ik uh, Ivan er weer bij betrokken. En toen heb ik tegen hem gezegd van bro, ik denk dat we een Boys in the Hood album moeten maken met hem van Superster. Snap je? Dus wij bekken hem op, maar het is zijn. Dus jij ja, eigenlijk even op de tweede plek. Ja, ja. dus Kroeks en ik, gewoon wij zijn ja. erbij om het te versterken, mm -hmm. maar laten we het wel om... Um, uh, Laat het wel in één keer zo verkopen. Dat mocht je interesse hebben in Krooks. of mocht je interesse hebben in Atje, dat je daarna. dat dat gewekt kan worden door dat album, zeg maar. En uh, toen hebben we. Boys in the Hood album gedaan. Die hebben we verkocht. En eigenlijk vanaf Boys in the Hood begonnen de shows te komen. En. Maar ja, het was niet zo dat we. als je, als je een doosje moet verdelen. met z'n drieën. En hij vat op dat moment ook de meerdere hits. Dus we gaven hem een groter deel van de, van de taart. En dan verdien je niks. Snap je? Hoe, hoe overleefde je dan? Want had je nog, of had je nog een kleine stek? Of moest je toch nog een beetje op de straat zijn? Want heel ja. veel mensen hebben last van... Ze, doen, ze hebben een droom. Mm -hmm. Maar ze moeten toch nog iets anders doen om die droom te kunnen realiseren. Ja. Had je dat dan op dat moment ook? Of... Ik wist al zeg maar wat die wat anders me zou opleveren. Ja. Omdat ik net uit de gevangenis kwam op dat moment. Ik wist ook van, ze hebben je naar buiten gestuurd, maar ze kijken naar je. Dus je kan niet lijp gaan doen nu. Ja. Wat gebeurt er in diezelfde fase? Um, ik denk: dit is na boys in de hoed, worden me matties. Eentje gaat vier jaar, vier jaar naar binnen, ander gaat drieënhalf jaar naar binnen. En met hun deed ik, tussen haakjes, alles. Dus ik kan wel een soldaat in mijn eentje gaan spelen. Wat ik ook heb gedaan soms. Maar daar werd ik ook elke keer weer, kreeg ik die, die signs van, yo. Ze Te ja. zien jou. Je weet het ja, toch? Ja, ja. die me aanhouden om de zoveel tijd. Dat soort shit, dan denk je van, nou man, bro. Je kan niet eens meer, niet eens meer zo kijken naar het leven, snap je? Want ze hebben je een bepaald visier. Ze, ze, ze checken jou, ze checken je hele groep. Um, er waren twintig mensen opgepakt in, 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 in dat onderzoek toen, ja. snap je? En ja, dan, dan, dan ga je realiseren hoe heftig het is, je weet toch? En vooral als het zo dichtbij gebeurt en... Either way, um, de, het voordeel daarvan was dat op dat moment was die, die boot van Boys in the Hood al aan het varen. En toen uh, hebben we het overgezet naar, oké, okay, nu gaan we voor hefvermogen. Hefvermogen gedropt. Toen gehef Wat eigenlijk het moment moest zijn dat, dat we echt zouden gaan cashen. Is niet gebeurd. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu... Um, uh, als Adje zijnde... Echt kan gaan. Er echt voor moest gaan. Zeg maar. Niet eens moest kan ook, gaan, ik ja. moest. Want als, ja. er, als ik nu niks doe, dan... Is het gewoon hebben we gewoon een studio. En dan is het verhaal voorbij. Ja. <laughs> Je ja. Weet het? het was nu of nooit. Het was dat nu of nooit. Ja. Juist. En ik denk dat op dat moment. Dat ik gewoon um, de luxe. Om te zeggen. Oké. Okay, er is elke dag eten in de koelkast. Ik kan tenminste elke dag een jonkertje kopen. Ik moet nu even niet nadenken. Over alle extra luxes die ik wil hebben. Ik heb een fucking studio. Ik heb. Um, uh, wat ik net zei, ik heb mijn eten, ik heb mijn jonko, ik zie er niet per se als een zwerver uit, maar aangezien ik niet van plan was om nieuwe kleren te kopen, slot de ons gang. Ja, is het zo? Ja. die is het zo, ja. Ah, die het zo is ontstaan? Ja. Is zo ontstaan, letterlijk. Ja, want ik was ook, ja. vanaf dat moment knop, knipte ik mijn haar niet meer. Ja. Ik was zeg maar eigenlijk een soort van. Um, ik had mezelf weggeduwd uit die. Guy die ik was. Mm -hmm. En die guy die ik was, was altijd tjatji, waar altijd de beste dingen hebben, de beste dit, de beste wijven. Maar met, met, dat, met die aura wat ik toen had, trok ik ook hele andere mensen aan dan die ik wou aantrekken. En toen ik eigenlijk gewoon zoiets had van: hey, fuck it, ik heb vijf spijkerbroeken, deze <laughs> ga ik rokken. <laughs> ik, ik scheer mijn baard niet meer, ik scheer mijn haar niet meer tot ik succesvol ben. En toen zag ik: van oké. Okay, al die, al die oppervlakkige mensen vielen weg. Ze hadden zoiets van, Aadje is gek geworden. Hij knipt zijn haar niet meer. Hij is de hele dag met chimangs in de studio. Zeiden ze je dat ook letterlijk? Of was het... Ik of... denk niet dat het me is gezegd. Het ja. is me nooit op die manier gezegd. Maar er ja. zijn wel mensen die tegen me zeiden van, fuck eigenlijk met jou. Wat is deze Slodderfoss ja, ding? Bent... Waar, waar ben je mee bezig? Ik ja. gelooft niet in je visie. Nee, Want je nee. kon ze uitleggen, maar ze waren... Nee. nee. Maar dat nee. gebeurt ook vaak natuurlijk in die... In het hele proces. Van je hebt een visie, maar andere mensen om je heen zien het niet en laten je los. Eigenlijk. Achteraf gezien. Mooi. Eigenlijk. Want ze ruimen zichzelf op. Ja, toch. En ja, ik toch? denk dat ik daarmee, zeg maar. Um, een goede truc, zeg maar, wat ik heb gehoord van meerdere mensen met geld, is. Zeg gewoon een keertje tegen alle mensen die. Er vanuit gaat of die gewend zijn dat jij alles betaalt en alles doet dat je geen geld meer hebt. En kijk wat hun reactie daarop is. Ja. <laughs> Heftig. Snap je? Ja, 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 zeker. En door dat te doen ben ik gaan zien wie de echte mensen zijn die, die om mij gaven en niet om wat ik voor ze kon doen. Maar ja, op een gegeven moment word je artsje, dan krijg je weer mensen die het gevoel hebben dat je wat voor ze kan doen. Zeker. <laughs> Want hoe, hoe is het eigenlijk om... Oké, okay, je, je gaat legit, je bent artiest. Ja. Um, je hebt in het begin ook vaak dat mensen al denken dat je bijzonder spreken millionaire bent. Terwijl dat ja. nog niet eens zo is, maar je hebt ja. wel de grote hits. Ja. Um, ja, hoe is dat? En hoe is het ook om ja, wisselend geld nu te verdienen? Want de ene maand heb je shows, de andere maand heb je twee shows. Hoe, hoe ging je daar financieel mee om? Nee, ik denk dat, dat dat was het makkelijkste om te wennen omdat mm -hmm. de dus streets is even on, onvoorspelbaar. Je ah, oké, okay. dus die flow. Die flow was gewoon was niet moeilijk om aan te wennen. Ja. En um, ik heb ook zeker 2,5 jaar gesacrificed. zonder echt zonder gezeten, snap je? Mm -hmm. Ik had geen ziekenfonds, ik had geen bankrekening, ik had gewoon alleen een studio. Maar dan hoe ging je showgeld? Hoe ontving je showgeld? Ik, ik ontving het niet. Ik kon het niet eens factureren. Wie ontving het? Waar ging het heen? Naar top billing. Ah, oké. Okay. Het ging naar top billing. Oh, wacht even. Ja, het ging, het ging een hele... Hoe lang ging het naar top billing? Tweeënhalf jaar. Je hebt half jaar geen show, money gezien. Je hebt half jaar geen show, money gezien. Het was daar. Maar alleen omdat je geen rekening had. Maar je dacht ook niet in ik die. Ik had geen adres, ik had niks. Maar jij had niks. Niks. Ja. Ik weet gewoon van zodra ik me ergens inschrijf, Mifaya. Oh ja, tuurlijk. Ja, oké, okay, maar na twee. Maar op een gegeven moment moet je, je moet. Ja. Op een gegeven moment moet je en je doet dat. Ja. Toen was al mijn money ook los. Ik had misschien vijf kop over. Cheese. Maar weet je ook hoeveel je had gemaakt in die 2,5 jaar? Ja, niet veel. Het was zeg ja. maar. Um, uh, ik deelde toen ook nog met Rivers. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. Want Rie en ik waren een duo mm -hmm. en uh, hij deed dan de muziek en ik deed de de, het rappen. Maar hij was ook dj. En er is een lange fase geweest, zeker van acht maanden of zo, dat ik dat met hem deelde. Dus 50% van mijn gage ging ook toen nog daarheen. Maar mijn gage begon op 7,50. Hè? Ah, tuurlijk. Ja, ja, ja. Snap dat je? Het begint daar, ja. Tuurlijk, ja, maar ja, mijn gage begon op 7,50. Dus als je dan 7,50 verdient en je doet... Um, Laat nou ons je verdient een doezo. Ja. En over het hele jaar heb je 40 shows gedaan. Ja, is wat, maar het is... Ja, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Ja, ja. Je weet toch? En die deel je ook nog 50-50. Ja. Dus het valt mee aan het einde van het de dag. Het valt mee, snap je? Dus uiteindelijk had ik in die 2,5 jaar... dat ik misschien met alles wat, wat er afging... Mm -hmm. en management en dit, dat, dat, ja. dat had ik denk ik een, een uh, 45... 45, misschien uh, 55 dussen. Ja. En mijn schulden waren 35 plus. Want waar kwamen waar die schulden vandaan? Van alles, van, van, uit, van mijn hele leven. Toch? Van je hele leven, voor alles, <laughs> alles kwam in één keer in een hoop gewoon op je bord. Ja, hoor. ja. ja, hoor. ja hoor. Maar ja. je hebt ja, veel gezien, veel meegemaakt, schulden, geld, maar je hebt nu ook een, een zoon. Ja. Um, wat zou je hem meegeven? Je hebt heel, je hebt heel veel gezien, heel veel meer. Wat zou je hem meegeven? Wat, wat zijn lessen die jij hebt gezien qua financiën die je hem uh, vooral zou willen leren? Um, uh, dat geld geld maakt. Dat is een van de belangrijkste dingen die ik kan leren. Dat, mm -hmm. dat hij zeg maar, niet per se um, uh, zijn tijd hoeft in te leveren voor geld, maar dat hij ook geld kan inleveren voor geld. Ja. En ik denk hoe eerder je dat door hebt, want ik heb dat nu pas door op deze oude leeftijd, snap je? Ja. Want het meeste geld wat ik tot de dag van vandaag verdien, komt nog steeds door mijn aanwezigheid. Precies, fysiek. fysiek. Waar je geld kan laten rollen. Juist, juist. Zonder, juist, uh, ja, juist, ja, ja, ja. Juist. Dus nu pas ben ik zeg maar echt daar met mijn hoofd. En ik, het is niet dat ik nooit dingetjes heb gedaan. Ik heb een café gehad samen met mijn wifi. Ik heb, ik heb, uh, ik was een van de eerste die merch deed. We hebben studio's. We hebben in meerdere dingen geïnvesteerd. Maar um, we hebben altijd geïnvesteerd in dingen waar we zelf aanwezig moeten zijn. Ja, <laughs> je weet fysiek. Het. Fysiek. Je moet, of je moet het zelf promoten. Je moet er zelf echt mee bezig zijn. En uh, ik denk dat um, hoe eerder mijn zoontje doorheeft dat hij bij wijze van spreken een... Um, straks als hij tien is bij wijze van spreken en er, is, er zijn nieuwe... Um, uh, Pokémon of whatever wat in is op dat moment, dan wil ik hem leren van hé, we kunnen ze op Alibaba kopen en verkopen animatiefijnen. Ja. Ja. <laughs> je weet toch? Ja. Om puur zodat hij een klein beetje inziet van hé, yo, er kan. Er is meer dan die kaart alleen. Ja je toch? kan misschien iets genereren. Ja, toch? En hij, ja. hij, is, hij is voor zijn gelukkig is een ook ondernemend. Je weet ja. toch? En dus ik denk dat het voor hem heel anders is. Zijn paspoort is nu al. Hij heeft, gez hij heeft landen gezien. Hij gaat overal, snap je? Hij gaat overal. En, um, uh... Dus hij heeft gewoon toch iets meer luxe dan ons. En ik denk dat op basis van, van dat, zeg maar, dat hij. Die... Ik bedoel, ik heb hem meegenomen naar een Snoop Dogg-concert. En daarna heeft hij Snoop Dogg ontmoet. Lijp. Hij is vijf. Ja, lijp. Lijp. Hij beseft het nu. Beseft hij het? Hij is fijn. Ja, hij beseft het redelijk hij beseft... goed. Ja, oké, okay, beseft het. Ja. Maar niet hoe groot Snoep is en wat dat ja, allemaal tuurlijk. betekent, dat gaat hij straks beseffen. Ja. Maar hij weet wel, van, ik ben met mijn pa naar een Lijpenconcept geweest en die man was aardig. En nu heeft hij het vaker over, ja, vaker met Snoepdog. En Snoepdog vandaag ook bij de show. <laughs> dat, dat soort dingen vraagt hij me. Ja ja, 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 ja. Maar. Um, dus ik denk dat uh, dat is een van de belangrijke dingen, man. Je hoeft niet je tijd in te leveren voor geld. En respecteer iedereen. Respecteer de toiletjuf. Amen. Respecteer de, de, de schoonmaker. Amen. Respecteer iedereen. Want je weet niet op welke plek ze terechtkomen. Later in hun leven. En los van of ze op een goede plek. Of op een of diezelfde plek blijven. Um, we gaan altijd naar boven. Maar we komen ook omhoog naar beneden. Je weet Amen. En op het moment dat je naar beneden komt. Weer geen trappen krijgen. En een kussen krijgen van hé, hey, I got you, bro. Mm -hmm. Want ik weet nog. Dus ik weet nog wat je toen voor ja. mij hebt gedaan of hoe je mij toen hebt behandeld. Dus ja. Ja. hier, ja. ik hoor je volledig, man. Hoe stek je nu? Um, nu is stekken makkelijker geworden. Omdat uh, ik heb één pasje. Die gewoon ge dat is gewoon mijn leefpas. Mm -hmm. En al het andere bulk komt op een andere pas. Zeg maar. En van die andere pas worden gewoon mijn dingen betaald. die betaald moeten worden. Maar. ik moet het eerst verplaatsen, snap je? Ja, dus je ziet het nog. Je ziet het eerst. Ja, zeg maar. Het, ik moet ja. Het, ja, ik moet en... het verplaatsen om het te bossen. Ja. <laughs> Oké, okay. ja. Maar dat, dat is wel handig. Ja, ik vind ja, dat, ja, dat, dat is wel dat, handig. Dat, dat, dat helpt mij. Dat, dat, dat maakt het jou. veel makkelijker ja. voor mij, omdat ik gewoon weet van. Um, als ik bij wijze van spreken vijf doezel op die ene pas heb. Precies. Dan. Het gaat weg. Nee maar zeg maar die. Ja. stijf voor ik, 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 leef vijf, ik leef twee maanden met die vijf doezel. Ja. Toch? Dan heb ik niks aangeraakt van die andere. Ja precies. Ja, ja ja ja. Die andere. Je moet echt een handeling uitvoeren om het naar je besteding te ja, brengen. Ja. Dat is ja. wel handig. Ik denk dat jullie die sowieso op moeten slaan man. Ja. Ik denk dat jullie die sowieso op moeten slaan. Heb je nog meer stektips? Um, koken, man. Ja, koken is soms ook duur deze dagen. Ja, maar. Maar je kan het verspreiden. Nee, maar ook vermidden. als je kijkt naar hoe ja. wij eten, is koken niet duur. Ja, oké. Okay. Ik hoor je. Meerdere dagen uitstrijken. Mooi. Nee, maar los ja. daarvan, zeg nee. maar. de plekken waar wij willen eten. Oh, ja, ja, ja. Oh, daar is ja, ik hoor je. Ik hoor je. Ik hoor je. Mijn tijd gaat. Wat erg hei. Snap je? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dan, dus, is, dan ja. is koken echt cheap ook zelf ook? Ik kook heel veel, man. Ik kook ja. heel veel, ja, man. Jij ja, lijkt me wel iemand die goed kan koken, ik zeg je eerlijk. De, 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 in de gevangenis heb, ja. ik het, heb ik het echt geleerd, mm -hmm. omdat het toen moest. <coughs> maar ik denk nou dat ik mijn moeder altijd heb zien koken en Nani mijn niffel, kan ook heel goed koken. Rotje, ben ik ook mattisch mee sinds klein. Ja. Hij kan goed koken. Snap je, er zijn veel mensen om me heen, of mannen om me heen, die kunnen koken, waardoor het. Voor ons is het een ding, ook als je onze groepsgesprekken checkt, zeg maar. Als Shanna stuurt vandaag. Hé, hey, ik heb uh, een morgen gemaakt met Oxsteel. <laughs> je weet toch? Ja, enge dingen, enge dingen. En, ja, en, dan, ja, ja, ja. en dan de volgende dag is: nou niet wat, fuck jou, Oxsteel, Check deze vis. Ja. Of ik ben, check deze kerrykip. Of snap je waar ik ben? Ja. En, um, en ik ben blij dat we zo leven nu, omdat ik ben gaan zien dat ik, één, ik ben gezonder sinds ik uh, gewoon op. Minder is te op zien. straat. Ja, is ook te zien. Thanks. Ja. Sinds ik minder op straat eet. En, um, I really enjoy it, man. En ik, ik denk dat het een. Um, zeg maar, ze zeggen: liefde gaat door de maag, toch? Mijn mm -hmm. zoontje wordt kouder blij als ik kook. Mijn ninkers worden kouder blij als ik kook. Is je zoon trouwens ook niet een belangrijk onderdeel geweest in je? Um je stekkings. Want je ziet je zoon, je weet ook van, één, hey, nou man, voor hem moet ik nog harder gaan, nog beter gaan, dus ik moet geld aan de zijkant leggen om hem uiteindelijk... Zeker, zeker. Ik denk dat hij, hij is de grootste motivatie om om... Uh... Wat ik nu ga zeggen klinkt gek, mm -hmm. maar waarschijnlijk ga je me begrijpen. Um... Als jongboy, wanneer je bezig bent met je dromen. Zei, kijken we niet vaak verder dan 35. Toch? Klopt, ja, ja. Eigenlijk Klopt. moet het dan al geregeld zijn, toch? Klopt, ja, ja, ja. Klopt. Zeker, zeker, ja, ja. En um, sinds hij er is, denk ik van. Ah, Nick, ik, ik moet een keer. Ik moet 60 worden een dag ook. Ja, het is. Die grens die je eigenlijk voor jezelf hebt gezet: van, hé, je moet veel verder. Want ja, je moet in je leven blijven. Ja, toch? Ja. En daardoor ga je dan beseffen ook van: oké, okay, die dingen die ik nu. Als we, als we deze fase nu zeg maar. me, me afbouwen. Slash. Als je um, lang genoeg in de game ja. om, om, om een. Uh, hoe zeg je dat? Om een veteraan te zijn in de game. dan moet ik nu mijn veteraan. Mijn veteranenstrepen, zeg maar. Moet ik gaan laten gelden, zodat het veilig is voor hem straks. Amen. Ja, ja, ja. Ja toch? Ja. Ik moet ze nu inzetten. Nu zijn die chips nog wat waard. Zeg. Ja. <laughs> <laughs> ik hoor je. Ik hoor je. Ik hoor je. Um, nog een laatste vraag. Maakt geld gelukkig? Vind je dat het gelukkig maakt? Of is money the root of all evil? Ik denk dat money om um, uh, beide kan doen. Het zit er precies in het midden man. Ja, verklaar. Um, ik hoor je trouwens, maar... Ik kan uh, bij wijze van spreken zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Maar dan vijf doelstoel geven aan een familie. In een dorp in Colombia. Die niks heeft. En deze vijf doelen zorgen ervoor dat ze nu een heel jaar kunnen leven. Maakt dat ze gelukkig of niet? Zeker. Ja. Snap je? Ja, 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 zeker. Dus in zulke momenten kan geld heel gelukkig maken. Maar ik denk dat op het moment dat alles wat je. als al je keuzes die je maakt in het leven gebaseerd zijn op geld. dan ga je ook heel veel keuzes maken. Um, uh, waarvan je ongelukkig kan worden, denk ik. En dan helpt het geld niet meer. Want in de spiegel kijken wil je gewoon elke dag doen. Want anders moet je je, ogen, je tanden poetsen met je ogen dicht. Ja, ja toch? Ja. Uh... Dat, dat, daar gaat money je niet bij helpen, denk ik. Je weet ja. Oké, okay, het is gewoon ja, precies in de midden. Ja, super, super duidelijke taal, man, Atje. Ik wil je ook echt bedanken voor je komst. Geen dank, broer. Ik denk echt dat je... Uh, het maakt niet eens uit, jongeren, ouderen, de, gewoon, de mensen die dit zien, gewoon met je verhaal kan inspireren om andere keuzes te maken, betere keuzes te maken, maar ook met de keuzes die je nu maakt um, kan inspireren. Dus ik vond het echt belangrijk om dit gesprek te hebben en ik ben ook heel blij dat het is gebeurd, man. Dus thanks, man. Thanks. dank, jij bedankt, man. Much love, man. Dit was stekken en spenden met Atje. Ik zie jullie bij de volgende.